Is de koning gek geworden? Dat lijkt het verhaal achter Daniël hoofdstuk 4. Een heel apart verhaal, omdat het voor een heel groot deel verteld wordt door de koning Nebukadnezar zelf. Hij heeft wel 43 jaar geregeerd en stap voor stap komt hij dichterbij de erkenning van wie de God van Israël is. Denk maar aan het eerste hoofdstuk, waar de vier Joodse jonge mannen beter blijken te zijn dan alle anderen. Waarschijnlijk weet Nebukadnezar niet dat ze niet van zijn voedsel gegeten hebben. Maar hij erkent aan het eind, dat moet hij onder ogen zien, dat zij beter zijn. Staat er in 1 vers 20, in alle zaken waar het aankomt op wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10.000 of 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. Dat is de eerste stap. En hij weet nog niet waar dat zal eindigen, maar God weet het natuurlijk wel. Want hoewel God hem de toestemming heeft gegeven om Jeruzalem in te nemen, gaat God ook een bijzonder werk met hem aan. En stap voor stap komt hij dichterbij. In hoofdstuk 2 heeft hij die droom. En Daniël maakt duidelijk dat God hem, de God des hemels, niet zijn eigen God, de God des hemels hem duidelijk wil maken wat er allemaal gaat gebeuren. Hij had zich dat afgevraagd, hoe dat zou zijn, na hem. En de God des hemels maakt het hen duidelijk. In 2 vers 28 lezen we dat Daniël, die daar wel in staat is om de droom te vertellen en ook uit te leggen, dat dat niet zomaar gebeurt. Daniël zegt in 2 vers 27... de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijze bezweerders, magische toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En aan het eind zegt, erkent Nebukadnezar dat ook. In vers 47 lezen we dat. De koning antwoordde Daniël en zei, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Dus dan is er al een erkenning van de God des hemels als de God der goden en als de Heere der koningen. Maar een echte bekering is het nog niet. En we zien in hoofdstuk 3, als hij waarschijnlijk na een opstand de loyaliteit test van zijn hoge officials, dat hij dan het niet accepteert dat er zijn, de drie vrienden van Daniël, Ananja, Misael en Azaria, dat hij het niet accepteert dat zij niet buigen voor dat beeld van 60 el hoog wat hij heeft opgericht, het gouden beeld. En dan lezen we in 3 vers 28, Nebukadnezar nam het woord en zei, gelooft, zei de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, dat ze geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun god. Maar het is nog niet de god van Nebukadnezar. Nebukadnezar heeft die laatste stap nog niet gezet. Hij heeft nu 2 maal moeten erkennen dat God machtiger is dan hij. En hij heeft bij die eerste maal, dat is het hoofdstuk 1, zodat erbij rekenen is het 3 keer, heeft hij nog niet gezien dat dat de God van des hemels is die daarvoor heeft gezorgd, die het gebed van deze vrienden heeft verhoord. Maar nu komt er een volgende stap. Weer heeft hij een droom. Nebukadnezar is heel trots op zichzelf geworden. Hij tenslotte was het gouden hoofd. En hij is wel trots op zijn prestaties. En dat lezen we ook in de kronieken van Nebukadnezar. Voor zover we die hebben nog, kunnen we daar ook dingen in lezen. En hoofdstuk 4 is dan grotendeels zijn verslag. Laten we beginnen met lezen eerst de eerste 3 versen.
Koning Nebukadnezar, aan alle volken, natie en talen die op de hele aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij heeft gedaan te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Ja, dat is echt de taal van het geloof. Hij heeft ontdekt wie God is. Enigszins ontdekt, want hoe kunnen wij dat volkomen ontdekken, is natuurlijk altijd de vraag. Maar de Allerhoogste God, de tekenen die hij aan mij gedaan heeft, hij wil daarover spreken. Hij heeft hier een verslag laten opschrijven. In het hele hoofdstuk 4, een klein stukje is niet van hem, dat is van Daniël, maar een hele hoofdstuk 4 verder is zijn verslag. En laten we eens verder kijken, want is dat een echte bekering? En hoe komt dat? En zou dat echt waar zijn? Hebben we andere bevestigingen dan wat we hier in Daniël lezen? Ja, iemand die op God vertrouwt en zijn woord aanneemt, heeft die bevestiging natuurlijk niet nodig. Maar hij is er wel. Laten we kijken naar 4, vers 4 tot 19. En voorlezen. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Het ging hem heel goed. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte. En de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Daarom werd er mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij me te brengen, opdat zij mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Toen traden de magiërs, de bezwerers, de galdeërs, de toekomstvoorspellers binnen. En ik vertelde de droom in hun tegenwoordigheid, maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Hoewel ze de droom te horen kregen, konden ze het niet uitleggen. Totdat tenslotte Daniël, zijn naam was Belshazzar, naar de naam van mijn God, bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de heilige God er is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom, Belshazzar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige God er in u is, en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij die visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. Die visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze. Ik keek toe en zie een boom. Midden op de aarde, groot was zijn hoogte, de boom werd groot en sterk, zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van de hele aarde. Zijn loof was prachtig. En zijn vruchten waren talrijk en zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In die visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter. Namelijk een heilige. Daalde neer uit de hemel. En riep met kracht en zei het volgende. Hou die boom om. Kap zijn takken. Stroop zijn loof af. Verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onderweg vluchten en de vogels van zijn takken. Maar laat een stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en een bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel, laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen, dat is heel belangrijk, dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik koning Nebukadnezar gezien en u Belshazzar, vertel de uitlegger van hem dat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitlegger van heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Toen stond Daniël, zijn naam is Belshazzar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei, Belshazzar, laten we de droom en de uitleg u ervan u niet verschrikken. Belshazzar antwoordde en zei, mijn heer, mogen de droom overkomen die u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders.
Daniel begreep wat deze droom inhield. Hij begreep het. En het verontrustte hem. Want hij was een dienaar van deze koning. En hij wilde niet graag deze koning zien lijden. En wie wil dat wel? Wie wil zijn naaste kwaad laten overkomen? Als je hart gevuld is met de liefde van God, dan wil je dat niet. En deze Nebukadnezar zou wel iets bijzonders overkomen. En daarom moest er een uitleg komen. Die droom was niet zomaar gegeven. Die droom was gegeven opdat Nebukadnezar zou weten wat hem zou overkomen en uiteindelijk zou knielen. Dat hebben we gelezen. Opdat de levenden erkennen in vers 17 dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. Nebukadnezar erkende eigenlijk niemand meer boven zich. Hij had wel de goden om zich heen, maar hij was toch vooral trots op zichzelf. En dat zien we later ook. Daniel geeft de uitleg. We lezen het vanaf vers 20 tot en met vers 27. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte aan de hemel, hij was te zien over de hele aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk en er zat voedsel aan voor allen. En de dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Dat bent u, o koning. U die groot en sterk bent geworden, want uw grootheid is zo toegenomen dat ze rijkt tot aan de hemel. En uw heerschappij rijkt tot het einde van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei, hou deze boom om, vernietig hem, maar laat een stam met zijn wortels in de aarde en wel een ijzer en bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat het bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan, o koning. En het is het besluit van de Allerhoogste dat mijn Heer de koning overkomt. Daniel kon niet anders dan meedelen wat God had laten zien. En dat aan Nebukadnezar duidelijk maken. Hij moest wel. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten. En u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven. Zoals aan runderen. En u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Weer diezelfde woorden uit de droom. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend hebt dat de God van de hemel de heerser is. Er is iets nodig in het hart van de koning, van Nebukadnezar. Daarom, o koning, en nu komt Daniel met een raad voor de koning. Laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten, met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal het dan de verlenging van uw voorspoed zijn. En die raad gaf hij. Dat had hij nog niet eerder gezegd, denk ik. Maar nu voelde hij zich in zijn hart gedrongen om dit aan de koning bekend te maken. Hij ziet dat God bezig is met hem. En dus durft hij het te zeggen. Want ja, wie zoiets het bij zo'n koning zou zeggen, zou makkelijk zijn hoofd kunnen verliezen. Kop eraf. Zoiets zeg je niet tegen de koning. Het is een absoluut heerser. Maar toch, Daniel zegt het. Hij weet dat hij het moet zeggen. En hij wil het ook zeggen. Nou, even de vraag. Die 7 tijden. We zouden natuurlijk kunnen zeggen dat zijn 7 jaren. Zoals dat in het boek Daniel verderop ook wel gebruikelijk is met tijd, tijden en halve tijd.
Maar het kunnen ook seizoenen zijn. En dat lijkt in dit geval iets logischer. In Babylon hadden ze twee seizoenen, de winter en de zomer. Dus zeven tijden zijn 3,5 jaar. En dat is een interessante tijd, omdat we weten uit het boek Openbaring en ook uit Daniël zelf, dat die 3,5 jaar heel belangrijk is in de tijd van de grote verdrukking. Een tijd die God geeft. Een tijd dus van beproeving voor koning Nebukadnezar, waarin hij tot inzicht moest komen. En laten we eens verder lezen in Daniël 4. Vers 28 tot 33, dat is een gedeelte wat Nebukadnezar niet heeft geschreven, maar wat over hem gaat. Daniël zal dat waarschijnlijk zelf hebben geschreven. Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei: is dit niet het grote Babel dat ik als huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel: u koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen. En er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochten door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Ja, is dat echt gebeurd? Nou, als we de Bijbel mogen geloven, natuurlijk wel. Maar er zijn 3 inscripties die zijn gevonden die van belang zijn in dit verhaal. Laten we eens even langslopen. In de eerste plaats is er een zogenaamde East India House inscriptie die genoemd is naar de plaats waar men dat uiteindelijk heeft teruggevonden. De standaard inscriptie wordt die ook wel genoemd. En die beschrijft wat Nebukadnezar zelf opschrijft. En hij vooral wat over wat alles wat hij heeft gebouwd. En dat zien we in 4 vers 30, waar we net ook gelezen hebben. Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor de koningin gebouwd heb? Hij is trots op wat hij al bereikt heeft. Dat beschrijft deze inscriptie. Maar dan breekt hij op een gegeven moment af. En er is een beschrijving van een periode van 4 jaar ongeveer, waarin de zetel van zijn koninkrijk zijn hart niet verheugt, zo schrijft hij. En hij er niets aan deed en ook niet aan de goden offerde. Dan is er een ander kleitablet wat in het British Museum aanwezig is, waarin we een soort, je zou kunnen zeggen, psychiatrisch rapport lezen. Iemand die schrijft over de toestand van de koning. Wat is er toch met hem aan de hand? Nou, je ziet dan dat er geschreven wordt, zijn leven had geen waarde voor hem. Hij reageert ook niet op zijn naam, als die naam genoemd wordt. Hij heeft geen aandacht voor de tempel, ook geen aandacht voor zijn familie. Ja, het lijkt wel alsof hij helemaal de weg kwijt is. Daarom begon ik met die, als het ware, titel van het hoofdstuk: de koning is gek geworden. Ja, maar wacht even. Want er gebeurt nog iets bij hem wat heel belangrijk is. We lezen dan uiteindelijk dat hij zijn oren spitst en de manier waarop het geschreven wordt zou je doen denken aan de beschrijving dat een dier zijn oren spitst. Dat is de taal die daar gebruikt wordt. En hij bidt tot de Heer der Heren, zijn handen geheven en hij weent bitter tot zijn God. En hier worden de goden van Babel dus niet genoemd, degene die dat heeft gerapporteerd, die wist niet wat hij ermee aan moest.
En als hij over heeft, over zijn God, dan lezen we eigenlijk Elishu. Daar herkennen we in de verte het Hebreeuwse woord El voor God. Zijn God. De schrijver kent die God dus niet, maar Nebukadnezar zal waarschijnlijk hebben gesproken tot de God van Israël. En niet tot Bel, Marduk of Nebo, de goden van Babel. En dan inscriptie 15 zegt Nebukadnezar: zonder u, mijn Heer, wat bestaat er? U hebt mij verwekt en mij de heerschappij over alle volken toevertrouwd. Zoals we dat bijvoorbeeld lezen in 2 vers 37, daar gaan we straks even kijken. Laat de vrees van uw godheid in mijn hart zijn. Verleng de dagen van degene die u behaagt, want u bent waarlijk mijn leven. Nou, dat lijkt veel op wat Nebukadnezar hier in hoofdstuk 4 schrijft. Hoofdstuk 4 van Daniël. Maar laten we nog eens kijken naar 2 vers 37, waar toch iets staat. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Bij de eerste droom van Nebukadnezar heeft Daniël hem dat verteld. Daarom was hij het gouden hoofd. God had het hem gegeven. En dat moest hij erkennen. Dat vinden we in dit hoofdstuk terug. Hij moest tot erkentenis komen dat God koningen aanstelt. Trouwens, is God ook voor ons christenen om ons dat steeds te realiseren. We kunnen allerlei kritiek hebben op allerlei leiders die er over de landen gesteld zijn. En er is ook soms ook heel wat reden voor. Maar er is geen overheid dan door God, zoals Paulus dat ook later in Romeinen zegt. En moet de God vrezen en de keizer eren, zegt hij ook. En de Heer Jezus zegt zelf, geef de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Natuurlijk, God staat overal boven. Maar het idee van een opstandigheid, een rebellie tegen het gezag wat over ons gesteld is, dat wordt niet in de Bijbel gesteund. Want er is geen overheid dan door God. Sinds de na de zondvloed heeft God de overheid als het ware ingesteld. En het is belangrijk dat we dat ook erkennen. Ik wil niet zeggen dat we overal mee eens moeten zijn. Wij kunnen ook, net als Daniël advies gaf aan Nebukadnezar, ook wel degelijk de adviezen geven. En soms ook moet er zelfs een oordeel worden aangezegd als je als profeet mag spreken. Maar ongehoorzaam zijn aan de overheid, dat mag alleen maar onder bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld zoals in hoofdstuk 3 we dat zien, dat deze drie vrienden van Daniël niet willen buigen voor dat beeld. Want ze willen alleen buigen voor de God zelf, God van de hemel zelf. Dat is ook het conflict waar de christenen in het Romeinse Rijk mee te maken hadden. Op momenten dat de keizer echt een als het ware een keizerverering begon te verlangen. Ja, dan kunnen we de keizer wel eren, maar niet vereren. Eren als degene die over ons gesteld is. Maar niet vereren alsof hij een God zou zijn. Dat gaat niet. Dus daar zitten grenzen aan. Nebukadnezar moet ook dit erkennen. En als we dan verder lezen in hoofdstuk 4, vanaf vers 34, dan lezen we: na verloop van dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Nou, dat zijn die inscripties, die getuigen daarvan. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Deze dingen vinden we ook weer terug in de profeten. Denk maar aan Jesaja 40 tot en met 45, waar we die prachtige hoofdstukken vinden over wie God is, wie, welke vergelijking willen we op hem toepassen.
Met wie willen we hem vergelijken? Wie is hem gelijk? Zoals ook wie is God gelijk? De naam van een van de drie vrienden van Daniel. Wie is God gelijk? Op hetzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug en ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Ik werd weer in ere hersteld. Mijn raadslieden, de machthebbers, maakten een opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Dit is bijzonder. Hij krijgt zijn koningschap terug. Want hij erkent dat God het is die het hem gegeven heeft. En God had ook gezegd in de droom dat dit zou gaan gebeuren. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning. De God des hemels. Omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie hun hoogmoed hun weggaan. En dat was wat bij hem het geval was. Hij was trots op alles wat hij had bereikt. En God laat hem zien wie hij is. En straks in hoofdstuk 5 komt dat terug. Nebukadnezar heeft deze erkenning wel gehad. En mogelijk ook zijn zoon die hem is opgevolgd, Evel-Merodach, die na 2 jaar is vermoord. En die waarschijnlijk in deze periode van die 7 tijden, 3,5 jaar zou het kunnen zijn, ook de soort regent is geweest. In dat verslag wat er geschreven is het ook duidelijk dat hij aan zijn zoon opdrachten geeft, dan bij deze, dan bij die. Hij is met zichzelf in tegenspraak. Hij weet het niet meer. Hij is gek geworden, zeggen we dan. Maar hij is vernederd, zegt Gods woord. Hij moet ontdekken wie God is. En hij komt niet alleen tot die ontdekking, maar ook tot die erkenning. En hij prijst God, want dat is toch bijzonder. Zoals we dat al eerder gelezen hebben in de inscriptie 15. U hebt mij verwekt en mij de heerschappij over alle volken toevertrouwd. En laat de vrees van uw Godheid in mijn hart zijn. Verleng de dagen van degene die u behaagt. Want u bent waarlijk mijn leven. Hij heeft dingen opgeschreven. En hij is het die zich heeft gebogen voor de God des hemels. Die in staat is te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Het is ook een waarschuwing. Een waarschuwing aan allen die na hem komen. Een waarschuwing die deze koning in hoofdstuk 5, waar we volgende keer op naar gaan kijken, niet heeft geacht. Hij is het in de wind geslagen. En zo gaat God zijn bijzondere weg. God is het die Daniel deze plek gegeven heeft. Daniel en zijn drie vrienden. Deze plek aan het hof. Waarvan je zou zeggen, wat moet je daar? Je komt alleen maar in moeilijkheden. En natuurlijk, ze kwamen ook in moeilijkheden. Gelijk al als jonge mannen moesten ze ferm staan en het voedsel afwijzen. En zeggen, test mij maar. En het werd een overwinning voor hun geloof. Ze kwamen er beter uit dan alle anderen. En zo konden ze ook, kon Daniel ook, nadat ze samen gebeden hadden, allemaal, alle vier hadden gebeden, kon Daniel die droom openbaren. Van hoofdstuk 2. En zo konden ze ook standvastig blijven, die drie vrienden van Daniel, terwijl die vuuroven daar stond te branden. En ze wisten waar ze ingeworpen zouden worden. Wij vereren uw goden niet. En hier is deze Nebukadnezar zelf aan de beurt. En hij gaat door het vuur van een beproeving van 3,5 jaar. En hij komt eruit. En hij wordt hersteld in zijn koningschap. Maar dan is hij een andere man geworden. En schrijft hij over de God des hemels, over de hemelkoning. En hij prijst hem en verheerlijkt hem. En hij weet, ik heb het uit zijn hand ontvangen, dit koningschap. En ook zijn zoon zal waarschijnlijk dezezelfde erkenning hebben gehad
In elk geval heeft zowel Daniel als Abednego onder hem ook gediend, dat weten we. God gaat zijn bijzondere weg. En als er heersers zijn die hoogmoedig zijn, dan kunnen we voor hen bidden dat ze tot bekering komen. Het gebeurt. Het gebeurt zoals het gebeurd is met een Ethiopische guerrilla-strijder die minister-president is geweest, daarna in de gevangenis belandde en tot geloof kwam. Dat kan allemaal. Er gebeuren bijzondere dingen nog steeds. God werkt. En als God werkt, wie kan het dan tegenhouden? Geprezen zij zijn naam.